Wie is Lisbeth List? Oh, dat is moeilijk. Dit is het profiel van Lisbeth List, gefilmd door Roeland Kerbos. Er wordt zoveel geschreven en zoveel gepraat over mij dat je op laatste een beetje aan jezelf twijfelt. Maar aan de andere kant, ik ben eigenlijk zoals ik ben en niet zoals altijd in alle kranten staat. En ik ben erg op mezelf. Wat ik dus zeg, ik ben erg op mezelf. Ik kan erg goed alleen zijn. Ik ben erg trouw. Ik ben erg jaloers. Ik ben erg pessimistisch. Een beetje eigenzinnig. Heb je een makkelijk karakter voor anderen? Nee, erg moeilijk, geloof ik. Het is moeilijk om door mij heen te dringen. Dus te begrijpen hoe ik eigenlijk ben. En hoe zou je het liefst willen zijn? Een makkelijke. Voor de anderen dus. Aan de andere kant ben ik ook weer tevreden hoe ik zelf ben, want waarom niet? Het beeld dat men in de publiciteit van jou heeft opgebouwd, klopt dat? Nee, de meeste mensen hebben dus geen flauw benul van hoe ik ben. De enige die dat weten zijn de mensen waar ik echt mee bevriend ben en ikzelf. Men wil eens een soort image om mij bouwen. Men lacht soms over het feit dat ik van Vlieland kom en dat gebruik mijn publiciteit, dat heb ik dus nooit gedaan. En ik kom gewoon van Vlieland. Het is waar dat ik van Vlieland kom. Het is waar van mijn vader die vuurtorenwachter is. Ik ken ieder pad van Vlieland, ieder duin enzovoort. Dus daar kom ik vandaan. Dus er is niets bij gelogen. En het heeft dus niets te maken met mijn vak. En dat hoeven ze dus als zodanig ook niet te gebruiken daarvoor. Ik doe het althans niet. De opname van de liederen van Theodorakis, is dat een gevolg van een politiek engagement? Oorspronkelijk niet. Het plan bestond al sinds 1,5-2 jaar, toen hij hier was. En ik zou dus met hem opnemen, met zijn orkest en onder zijn leiding. Maar toen kwam de coup en je mag nu wel zeggen dat het wel een soort engagement is. Want we hebben dus achteraf na de coup gemaakt, hier met een Nederlands orkest, met arrangementen van Bert Page. Dus nou mag je inderdaad wel spreken van engagement. Zijn er belangrijker dingen dan zingen? Ik zou willen filmen. Ik heb al gefilmd in de film van Nicolai van der Heijden, De Ring. Die dus hopelijk gewoon in première komt. Dat is het enige werk en ik zou dus graag dat willen doen. Helaas worden er zo weinig films geproduceerd in Nederland, dus veel kans bestaat er niet. Maar het is te hopen dat het wel doorgaat, want het is echt, echt een enig vak. Verdien je veel geld? Ja, eigenlijk wel. Het gaat me erg goed. Ik werk veel, ik krijg daar geld voor. Is het belangrijk voor je? Het is fijn om geld te hebben, maar belangrijk, wat is belangrijk? Ben je gelukkig? Ja, in het algemeen wel. Zijn het dus momenten waar je echt ongelukkig kan zijn, maar dat heeft iedereen. Maar in het algemeen ben ik wel blij met het leven. Als Lisbeth List die piste zou zijn geweest, zou ze dan gelukkig zijn geweest? Nee, want ik was het. Ik heb één week op een kantoor gezeten als typist en ik werd helemaal gek en dan ben er dus weggegaan. Dus ik zou beslist niet gelukkig zijn. Sterrenluurs heb ik helemaal niet, want waarom zou je die hebben als je gewoon je werk doet? Ik verdiep me graag in een personen. Zie dus graag veel mensen, maar daarnaast wil ik dus ook graag alleen zijn. Misschien komt het daardoor dat ik graag alleen zou willen zijn, of wil zijn, ook vaak alleen ben. En als ik dan weer mensen zie, vind ik dat erg leuk en ga er ook in op. Heb je een bepaalde filosofie? Nee. Ben je gelovig? Ja. Op welke manier? Op mijn manier. Wat houdt dat in? Dat ik dus niet iedere zondag naar de kerk ga en de dominee beluister, maar gewoon zelf ermee bezig hou. Vind je jezelf aardig? Ja. Ben je egoïstisch? Ja, ik geloof het wel. Of meer eigenzinnig. Ben je eerlijk? Ja. Ik kan er ook niet tegen als mensen niet eerlijk zijn. En dat zeg ik ze dan ook. Ik leef en ben blij dat ik leef. Ik ben gezond. En ben blij dat ik gezond ben. En mijn enige doel is om hard te werken. En om tevreden te zijn met mijn werk. En aardig te zijn voor andere mensen. Opdat de mensen ook aardig tegen mij zijn. En dat is het eigenlijk.